Meteen aan het woord, in een dipje. Het positieve verschil in ons leven wordt vaak gemaakt door goed onderwijs en de gepassioneerde leraar die de talenten van alle leerlingen weet aan te boren. Vergelijk het met een voetbalelftal. Kom maar Lisa, ga door Lisa! Elke speler heeft unieke talenten en een goede trainer ziet de kracht van verschillen en haalt het beste in je naar boven. Een samenleving die juist gebruik maakt van de verschillen van mensen om optimaal te kunnen functioneren en waarin iedereen kansen kan pakken. Daar geloof ik in. Mijn naam is Lisa Westerveld en ik sta te popelen om voor GroenLinks de Tweede Kamer in te gaan. Ik zou me met name willen inzetten voor goed onderwijs en betere kansen op de arbeidsmarkt. Als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond zet ik me in voor toegankelijk onderwijs voor iedere student. En nu werk ik als lobbyist en woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond, de Vakbond voor Leraren. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar in november maakten we met de Nijmeegse Raad een duidelijk statement. Een meerderheid hier stemde in met het voorstel om een proef te doen met de sociale bijstand. Kansen creëren doe ik ook in de lokale politiek in Nijmegen, waar ik me hard maak voor een socialere bijstand en lokale experimenten gebaseerd op het basisinkomen. Onderwijs staat aan de basis van hoe we naar de wereld kijken en hoe we met elkaar omgaan. Kleinere klassen, waar een aandacht is voor iedere scholier, betere scholingsmogelijkheden en een lagere werkdruk voor docenten zijn hiervoor noodzakelijk. Goed onderwijs wordt gemaakt door de mensen in de klas en de mensen voor de klas. Daarom is inspraak zo belangrijk. GroenLinks vecht voor gelijke kansen, voor het onderwijs, maar ook voor mensen die tijdelijk geen werk kunnen vinden. Dat doen we door hen te helpen in plaats van hen te straffen. Om er zeker van te zijn dat een onderwijsexpert namens onze partij in de Tweede Kamer komt, vraag ik om jullie stem en vertrouwen. Doesn't matter where we are.